En een dambreuk aan de Zaagmolenweg in Meerzorg-Kamerwijnen heeft voor een enorme ravage gezorgd. De dambreuk ontstond zaterdag op een perceel dat onbewoond is en pas is opgeschoond door een aannemer. Tijdens de schoonmaak werd de natuurlijke wering, die bestond uit mangrovenbossen, kapot gemaakt. Toen zaterdag de springvloed kwam, gutste het rivierwater in de woningen van de bewoners, met als gevolg veel materiële schade. We praten met VHP-parlementariër Roy Mohan, die zich ter plekke oriënteerde. Een week terug is hier een aannemer geweest die wat schoonmaakwerkzaamheden verricht voor een particulier. En hij heeft de dam die daar aanwezig was, heeft hij dus ook dambreuk veroorzaakt. En waardoor de mensen dus overlast hebben gehad hier in de buurt, wateroverlast. Hoe groot is de schade? Nou, de schade is groot. We zien dat de mensen die hier wonen aan de Zaagmolenweg, dat het water tot in hun huizen zijn overgelopen en dan overstroomd. En dan zie je dus dat die mensen nu moeten inventariseren en kijken waar ze kunnen verhalen hun schade. Een van de buurtbewoners, Rocky Baldeeuw, heeft gelijk manschappen ingezet om een nooddijk te bouwen. Hij vraagt de regering om vooral de status van de dijken na te gaan, omdat de afgelopen jaren veel mensen percelen hebben gekregen met een dijk, maar deze niet onderhouden. Ik wil van hieruit gebruik maken van uw camera en van uw microfoon om een beroep te doen op de overheid om dit strenge maatregelen te treffen, want mensen gaan voorbij hun paal. De metingspaal, mensen gaan gewoon illegaal gaan ze voorbij. Als je naar Maas gaat, Maas zegt de DC is hier verantwoordelijk. En ik heb de nieuwe DC gevraagd, hij zei hij heeft geen nieuwe instructies gekregen. Toen voorheen DC Kali heb ik dan ook aangesproken, hij weet ook niks. Dus de overheid moet goede nieuwe wetten, regels maken wat er met de dijken gaan gebeuren. Als die mensen het krijgen, moeten ze voldoen aan de eisen. Maak de dijk hoger, iedereen wil natuurlijk plezier hebben van hun terrein, ze willen van het water genieten. Prima, je mag van mij kant. Maar verwaarloos de dijk niet. Verhoog de dijk minimaal 75 tot 80 centimeter, dan zijn we safe. Buurtbewoner Rocky Baldeeuw tegenover onze nieuwsdienst. Inmiddels heeft DC Mohamed Safiq Rajab, de perceel-eigenaar, opgedragen de schade zo gauw als mogelijk uit te keren aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van de dambreuk.